Wel nog goed stoorwerk van Luca Walbrecht. Rinso mag het dus nog een keer gaan proberen om die bal weg te trappen. Lukt weer niet. Daar is Walbrecht nu. Gaat hij zelf trappen. Daar is de 2-0. Goed gedaan van Luca Walbrecht tegen zijn ex-club dus. Goed blijven storen. Rinso kreeg die bal in twee tijden niet weg. Dan kon hij naar binnen snijden en werkt hij keurig af de dubbele voorsprong. Dat was poging 1. Nu gaat poging 2 komen. En dan is Walbrecht weg. Nou, goed afgewerkt. Goed gekeken. Wat zijn mijn opties? Blijven kijken. Klaarleggen. Nou, misschien moet Epolo daar toch net iets meer mee doen. Dat moeten we dan hier helemaal goed kunnen zien. Walbrecht.